Deze video wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Patrick Gerritsen, een voetbalwedstrijd duurt meestal 2 keer 45 minuten. Maar ik denk dat voor jou 1 minuut heel belangrijk was en dat was de allerlaatste minuut. Ja, dat was wel een bevrijdend moment. Ook voor mezelf, omdat ik net nog baalde dat ik een hele grote kans had gemist. Waar Brekons ook al voorsprong kon zetten. Dus ik was eerst heel blij dat Dylan de 3-2 maakte. En dan wordt het toch pompen voor hun en dan kan hij toch nog een keer verkeerd vallen. Maar gelukkig in de eerste minuut maak ik de 4-2 en dan is het helemaal klaar. Enig idee hoeveel kilometers jij vanmiddag hebt afgelegd? Nee, ik heb geen idee. We hebben geen stappen tellen bij ons, maar het voelde niet alsof ik heel veel meer kon afleggen. Dus wat dat betreft heb ik gewoon alles gegeven. En ik zeg altijd, als je na de tijd maar kan zeggen dat je alles hebt gegeven, dan meer kun je niet doen. Het leek erop alsof jij dacht, we hebben nu zoveel jonge jongens, ik moet het goede voorbeeld geven. Nou, dat zie ik zelf zo niet. Ik heb eigenlijk net zo hard gestreden als de laatste wedstrijden, zo voelt het. Maar alleen, op een of andere manier sta je nu iets korter bij elkaar. Of het is net dat je wel het duel aan kan gaan of erin kan gaan, ik weet niet. Het viel gewoon net iets beter dan afgelopen weken. En dan lijkt het soms vanuit de buitenwacht van ze doen er niet alles aan of ze hebben er niet alles aan gedaan. Maar ja, een paar meter kan het verschil maken waardoor je wel echt het duel in kan kletsen en kan laten zien van dit duel is voor mij. Of dat je overal net achteraan loopt. En dat was eigenlijk de laatste week een beetje het geval. Hoe belangrijk is deze overwinning voor de ploeg? Ja, ik denk gewoon lekker een beetje uit die neerwaartse spiraal te zijn gekomen. Omdat toch heel veel wedstrijden verloren. Sommige onterecht verloren. Zoals hier thuis tegen Staphorst. Daar hadden we gewoon niet moeten verliezen. En andere wedstrijden hadden we gewoon kunnen winnen. Zoals uit bij Barneveld. Ja, we hebben er 2-1 eigenlijk voor het inkoppen. En dat lukt dan net niet. En dan op dat moment zit even alles tegen. En blij dat we nu een kleine ommekeer hebben in kunnen zetten. Ja, dan kunnen we denk ik alvast kijken naar het volgende seizoen. Want Excelsior met deze overwinning zeer waarschijnlijk veilig. Wat ga jij doen? Ja, het is nog een beetje oog geweest. Moet even kijken. Zoals het nu naar huis ziet, dan scheiden onze wegen. Dus ik zal in ieder geval alles aan doen om goed af te sluiten hier. En dan wat ik volgend jaar ga doen, dat zien we dan wel. Blijf je voetballen? Het is ook een optie dat ik helemaal een jaartje niks ga doen. Dus ik moet even goed over nadenken of ik nog dat kan brengen wat ik wil. En ook de tijd eraan kwijt wil, want het kost toch wel aardig wat tijd al met al. Dus goed, blij dat we nu in ieder geval weer de positieve lijn hebben ingezet. En ik geniet nog elke dag als ik op veld sta. Dus. Je hebt in elk geval vanmiddag laten zien dat je best nog een jaar mee kunt. Ja, nou goed, de afgelopen weken was ik ook niet helemaal tevreden over mijn eigen spel. Dus misschien heb ik toen wel laten zien dat ik niet een jaar nog mee kan. Dus het is een beetje, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Hè. Het is gewoon, voor mij persoonlijk heb ik gewoon het doel zijn zo goed mogelijk afsluiten. En nog zoveel mogelijk van waarde zijn dit seizoen. En we hebben als altijd nog de derde periode hè, waar we nog een kans voor hebben. Dus helemaal uitgespeeld zijn we nog niet. Oké, maak er een mooi feestje van. Ja, dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.